Ja, precies. We gaan poelen. We gaan pokeren. We hebben onze tactieken klaar. Onvoorspelbaar blijven, altijd. We hebben geoefend. Ouwe, hoe ben je zo goed in fucking poker? We hebben filmpjes gekeken. Zo, yo. We hebben alles gedaan wat we moeten doen. En we willen gewoon de inzet eruit halen. 30 euro komt terug. We gaan ervoor. We gaan een beetje tips en tricks leren. Want zometeen gaan we een pokertoernooi spelen en we gaan winnen. Want hoe goed kun je pokeren? Vet goed. Ik heb het vet vaak gedaan de afgelopen tijd. Eén keer. Nou ja, toen waren we wel goed, toch? Hoe zitten jullie je kans in? Ik schat mezelf in op een full house. Full house. En jij? Ja, paardje azen. Paardje azen. Op het ace elke keer. Hoe belangrijk is de outfit bij poker? Yo, de outfit is het allerbelangrijkst. Hoezo? Want stel iemand kijkt naar je en je hebt een goede hand, dan moet je er goed uitzien als je wint, man. Want dan win je en de money en je ziet er goed uit. Waarom twee zonnebrillen? Hoezo twee? Nou, mijn goal, ik wil gewoon niet als eerste weggespeeld worden. Ik wil gewoon in ieder geval één iemand weg zien lopen. Ja. En even kunnen doen. That's it. Dan ben ik eigenlijk al tevreden. Weet je, dat is 10 euro wel waard. Mijn goal is verwarring veroorzaken en aan die finale tafel komen, dan krijg je money. Ik weet niet, mijn goal, ik kan gewoon niet pokeren, weet je. Maar dus ik wil dat gewoon niet als eerste weg. Dat is het. We begonnen met de PKVN, dat is de Pokerkampioenschap van Nederland. Dat was een toernooi waar geen inschrijving bij zat en waar mensen niks konden winnen. En toch hadden we twee keer in de week 80 mensen die tegen elkaar uitkwamen om gewoon serieus te pokeren. Die hadden daar gewoon plezier in. En met die groep zijn we dit toernooi verder doorgestart. Hier is het ook gewoon inderdaad, de mensen kennen elkaar, willen graag van elkaar winnen. En ja, soms lukt dat, soms niet. En de volgende keer probeer je het gewoon wel. Ik heb het 3 kwartier volgehouden. Het is niet wat ik gehoopt had. Ik was niet de eerste van tafel, dat is sowieso al goed. Maar ik ben klaar in ieder geval. Dood. Ouwe, wat gebeurde net? Fuck man, ik had pocket aces. Die andere guy gaat all in. En hij heeft koningen. Ik heb hem gecalled en dan flopt hij gelijk een koning, man. Fuck dat, man. Maar als ik die had, dan zat ik echt goed in het toernooi, hè. Nu. Nah. Maar je zit nog in het toernooi? Ik zit nog in het toernooi, ik heb nog mijn wolf. Ik heb nog deze sunglasses. Ja, hey, ik ga zo meteen gewoon all in weer. Het is heavy, ouwe. Het is echt spannend. Het is echt veel spannender dan ik had verwacht. Er zitten een paar gasten aan tafel die houden van het babbelen. En ik heb nu al gemerkt, dat boeit geen reet. Ik zit er nog in en ik krijg er steeds meer vertrouwen in. Hoe lang denk je nog door te kunnen gaan? Ja, eigenlijk gewoon de hele avond. Luister, ik heb mijn doel al bereikt. Ik moet een nieuw doel zetten, toch? Waarom zou ik nu niet gewoon gaan voor de winst? 270 euro. Ja, ik legde uit, man. Ik ging all in. En die guy had gewoon beter hand dan ik. Ja, dat kan gebeuren. Ik was aan het ragen. Ik was net verloren. Ik had net verloren met pocket aas. Ja, ik wilde gewoon even money terugpakken, maar ja, lukt niet. Ja, dan ben je eruit. Ronde 7. Ik begin echt steeds meer excited te worden. Ik kan nog gaan winnen ook. Op een gegeven moment kan ik gewoon geld gaan winnen, toch? Dat is een nieuwe goal. Ik weet dat ik eerst zei dat ik wilde gaan winnen. Maar er zitten een paar gasten bij die dealen ook echt met, weet je wel, dan stoppen ze even die kaarten tussen pink en ringvinger en dan hup, gooien ze op de tafel en dan denk ik van, oké, die gasten ga ik waarschijnlijk niet aanpakken. Ben je nog gefocust? Ja, ik ben nog gefocust. Sterker nog, ik ga nu weer naar binnen, ja? Gaan we beginnen, want die gasten wachten op me. Je bent uit, Max. Ja, cheers jongens. 12 uur. Dus ik heb gewoon. Dat is 2,5 uur heb ik zitten. Nee, 3,5 uur. 3,5 uur heb ik zitten pokeren. Jezus, ik voel ook echt gewoon even
de spanning helemaal uit mijn lijf lopen nu. Ik merk nu pas hoe ontzettend gespannen mijn adem stond de hele tijd. Uiteindelijk hadden ze me te pakken. Eentje ging al in. En ik wist niet zeker of ik moest doen. Ik dacht van oké, ik call hem gewoon. En toen had hij een paardje koningen. En toen kwam er op de vlog meteen nog een koning. Dus ja, daar kon ik meteen op staan. Eén na laatste tafel, bijna in de finale. Er waren 10 man over volgens mij. Ja, volgens mij heb ik het. Er waren iets van 60 man, zoiets was er vandaag, 70. Nou, goed gedaan. Niet gewonnen, maar toch de prijs.